Gewoon waar het kan, bijzonder waar nodig, vinden we bij de Brink. De afgelopen jaren stond de Brink daarvoor volledig op zijn kop. Oude paviljoens maakten plaats voor nieuwe twee onder één kap woningen. De straten kregen namen. De woningen kregen een nummer en een deurbel. Woningen waar mensen leven en waar ze zich thuis voelen. Samen in een nieuwe wijk aan de rand van het dorp Vries. In Noord-Nederland is de Brink een toonaangevend expertisecentrum. Al meer dan 40 jaar werken we met mensen met een verstandelijke en zintuiglijke beperking. Onder deze mensen is een groep die naast hun verstandelijke en visuele beperking ook nog doof is. Een groep waar eerder weinig voor gebeurde. Deze groep wordt in Nederland op ongeveer 2000 geschat. Vaak worden deze doofblinde mensen als ernstig verstandelijk beperkt beschouwd. Maar is dat echt zo? Wat gebeurt er met je als je niets kunt horen en niets kunt zien? Als je in je eigen wereld opgesloten zit en niet leert te communiceren, niet leert te leren. Nou, ik even deze inzetten. 1, 2, 3. Ja, 4. In twee woningen aan de Rietwal startte de Brink in 2005 een geïntegreerde voorziening voor wonen en dagbesteding van doofblinde cliënten, de communicatiegroepen. Er wonen in totaal 8 cliënten. Voorop staat in de communicatiegroepen een veilige omgeving. Voor iedereen geldt dat je een veilige omgeving nodig hebt om te kunnen leren. Een voorspelbare omgeving bovenal. Als je niet kunt horen en zien, gaat dat extra op, want dan ben je echt totaal van anderen afhankelijk. Geen groei zonder veiligheid is dan ook de eerste regel in de communicatiegroepen. Tastbare beschikbaarheid is de tweede. Wie doof en blind is, is gedoemd tot passiviteit. Althans, dat waren onze cliënten tot nu toe. Wij proberen met ze in gesprek te komen. Als je kunt horen en zien, weet je dat er iemand is die naar je kan luisteren. Onze cliënten zien en horen ons niet. Dus moeten wij ervoor zorgen dat ze voelen dat we er voor hen zijn. Tastbaar, beschikbaar dus. Ik voel wat je bedoelt. In de communicatiegroepen proberen we het gesprek met doofblinde mensen te openen. Voor sommigen is dat voor het eerst sinds 40 jaar. En elke dag verbazen we ons erover hoe snel ze aan de praat raken. Tineke is een meervoudig beperkte doofblinde vrouw van 39 jaar. Ze is doofblind geworden ten gevolge van hydrocephalus. Daarnaast heeft ze ernstige heupproblemen die haar veel pijn bezorgen. Alle medewerkers hebben een eigen persoonlijke naamverwijzer waarmee we cliënten begroeten. In mijn geval zijn dat de kralen die ik laat voelen. We kondigen via de voortalige verwijzer aan dat we gaan eten. Vervolgens laat Tineke zien dat ze me begrijpt door te handelen, door in beweging te komen. Even gaan proeven. Ik bied Tineke een belegkeuze voor het brood aan. Kiezen is namelijk iets wat ze nog niet kan. En op deze wijze proberen we haar dit te leren. Vind je dat lekker? Maakt je dat enthousiast? Of wil je ook nog een... Ik heb ook nog een broodje met sandwichspread. Wil je die ook proeven? Nog een broodje voor jou. Door haar aan te raken bevestigen we haar keuze. Nee, hè? Die spuug je weer uit.
Nou, dan heb jij je keuze wel gemaakt. Ja, dan doen we honing op brood. Ik stimuleer haar om zelf het initiatief te nemen. Joyce neemt ruim de tijd voor Tineke. De tijd hebben biedt veiligheid. Er is duidelijk ruimte voor meer dan alleen het functionele aanraken. Joyce heeft tijd om tijdens het ontbijt rustig met Tineke te babbelen. Vind je het wel lekker? Hè? In de communicatiegroepen hebben we de afspraak geen functionele aanraking zonder een begroeting. Altijd zijn er behalve functionele aanrakingen ook emotioneel geladen aanrakingen. Corrie is een man van 42 jaar. Hij woont al 37 jaar op de Brink. Corrie is volledig blind, zeer slechthorend, ernstig verstandelijk beperkt en hij heeft hele zwakke spieren. Hierdoor kan hij niet lopen en heeft hij veel moeite met bewegen. Door al deze beperkingen is Corrie snel geneigd om in zichzelf gekeerd te zijn. We proberen daarom zijn overige zintuigen aan te spreken, waardoor hij interesse krijgt voor zijn omgeving. Tijdens het ontbijt laat ik Corrie zijn beker met warme pap voelen. Hiermee probeer ik zijn aandacht en alertheid te krijgen. Hij houdt deze zelf vast. Nou kan hij tegelijk de pap ruiken, voelen en proeven. Ik raak Corrie heel veel aan, zodat hij steeds weet dat ik bij hem ben, beschikbaar ben. Het is klaar. Zit aan mijn handen. Het grote voordeel van deze vrijhangende tillift is dat je de hele tijd contact kan houden. Lichamelijk contact is heel belangrijk voor Corrie. Want zonder dat is hij alleen op de wereld. Alleen op de wereld. De begeleiders van Corrie proberen hem prikkelingen en ervaringen van buitenaf te laten beleven. Aanrakingen om de stilte weg te nemen. En daarmee de passiviteit. Want tot nu toe brachten cliënten als Corrie een groot deel van hun leven, bij wijze van spreken, suffend door. Opgesloten in hun eigen wereld. Albert is een jongeman van 30 jaar en hij woont nu 8 jaar op de Brink. Door een rubella-infectie tijdens de zwangerschap is hij doofblind geworden. Naast doofblindheid heeft de rubella-infectie bij hem ook hartproblemen veroorzaakt. Voordat Albert op de Brink kwam wonen, heeft hij in Sint-Michielsgestel 15 jaar doofblindenonderwijs gevolgd. Daar heeft hij leren communiceren met voelpictogrammen en gebaren. Albert heeft een woordenschat van meer dan 400 woorden. Zoals vele verstandelijk beperkte mensen heeft Albert moeite met het overzicht van de dag. Daarom gebruiken we 3 keer per dag een penplank waarin we voelpicto's gebruiken. Ook worden de voelpicto's gebruikt om te praten over een speciale gebeurtenis. Albert blijft vragen of hij klaar is met plannen en ik bevestig dat. Albert vraagt Danielle voortdurend om bevestiging. Hij is daar geen uitzondering in,
Want wie wil niet graag van anderen horen dat je goed bezig bent? Allemaal vragen we graag naar de bekende weg. Zeg maar, naar een emotionele geruststelling. Je realiseert je pas hoe belangrijk dit soort mechanismen zijn als je het Albert op deze manier ziet doen. Ik laat Albert ook met full pictos bij het ontbijt kiezen wat hij wil drinken. Hij kiest meestal kannemelk. Kijk eens, kannemelk. Even schudden. Ik laat hem zoveel mogelijk meehelpen bij alles wat er gebeurt, zodat hij hier een actieve rol in heeft. Hij wordt zich hierdoor meer bewust van de dingen die om hem heen gebeuren. Zo. Heeft Danielle ook nog een pil voor jou? Wacht even hoor. Kijk eens. In de mond, Albert. Dat is zo. Hier. Ze denken er maar. Kom maar. Ron is een man van 40 jaar die door een rubella-infectie tijdens de zwangerschap en een vroeggeboorte doofblind en verstandelijk beperkt is. Ik vertel Ron dat hij worst op zijn brood krijgt als beleg. Ron eet altijd eerst het beleg van zijn brood. Gedurende de maaltijd hou ik mijn hand voor Ron beschikbaar voor communicatie. Als Ron het drinkgebaar maakt, gaan we samen de koffie inschenken. Op het moment dat Ron voelt dat de warmte van de koffie zijn wijsvinger bereikt, neemt hij het initiatief om op te houden met schenken. Sinds Ron eraan gewend is dat hij iets van mij kan vragen, doet hij dit ook. Hij wil meer worst. Ik probeer door hem te vragen, wat wil je, hem uit te lokken om het gebaar worst te maken. Ron heeft 40 jaar niets kunnen zeggen. Nu grijpt hij zijn kansen. Ik zoek jouw hand, want ik wil iets van jou. Ron is de snelste leerling van de groep. De meeste anderen zullen vermoedelijk nooit zo ver komen. We vragen ons wel eens af, hoe zou Ron zich ontwikkeld hebben als wij veel eerder met hem in een communicatiegroep waren begonnen? En hoeveel zouden er bij die overige 2000 doofblinden in Nederland zijn die net zo zijn als Ron? Ron zit te wachten in zijn stoel. Naast hem staat zijn mand met verwijzers. Als Ron iets wil, bijvoorbeeld eten, dan kan hij de bijbehorende verwijzer, het bord, pakken. Vrouwtje vraagt zijn aandacht en maakt het ga je meegebaar. Ron weet wat er van hem verwacht wordt, gaat staan en kraagt zijn jas aan. Samen gaan ze Albert wegbrengen. Albert is de enige van de 8 mensen in de groep die naar aparte dagbesteding gaat. Hij ging er al naartoe voordat hij bij ons kwam, dus gaan we ermee door. Bij de andere cliënten zijn we daar in de communicatiegroepen, zeker zo in het begin, zeer terughoudend in. Ze reageren onmiddellijk als ze het gevoel krijgen dat ze van de ene onbekende omgeving in de andere terechtkomen. Als er dingen met hen gebeuren en niet samen met hen. De communicatiegroep moet één omgeving zijn. Helder, veilig, voorspelbaar. Een basis om verder op te bouwen. Als Ron en Vrouwtje samen de was uit de machine halen, maakt de orthopedagoog hiervan opnames. Dit wordt gebruikt voor een video-interactieanalyse, onderdeel van de methode contact. We proberen zoveel mogelijk de cliënten bij de dagelijkse bezigheden te betrekken. De was hoort hier ook bij.
Vrouwtje geeft hem een teken dat hij een kledingstuk kan pakken. Daarna gaan ze samen de was opruimen. Ron neemt zelf het initiatief om iets uit de mand te pakken en Vrouwtje bevestigt hem. Bij het bekijken van de videoopnames wordt dit geanalyseerd. We hadden al gezichten, had je opgemerkt terwijl het gebeurde dat hij op een gegeven moment ook spontaan, dus niet op jouw verzoek, maar ook spontaan bij het opruimen, hè, bij het inleggen van de was in de kast, dat hij jou spontaan uit de mand iets aangaf. Had je dat al heel vaak meegemaakt, dat hij dat doet? Niet vaak. Wat ik wel doe, is het de mand laten voelen tijdens het lopen wat erin zit. Ja. Eigenlijk het aanloopje op wat hij dus nou heeft gedaan. Ja. Door op haar stoel te tikken, probeer ik haar aandacht te trekken. Tineke is niet gewend zomaar contact te hebben. Vroeger was elke aanraking een functionele aanraking. Er ging iets gebeuren, bijvoorbeeld eten of wassen. Door gewoon bij haar te zitten, proberen we haar te laten wennen aan gezellig samen zijn. Tineke is namelijk geneigd om contact af te wijzen vanwege de chronische pijn aan haar heupen. Toch blijft ze nieuwsgierig en voelt ze of ik er nog ben. Ja, hier ben ik. Ja. Als Corrie alleen is, trekt hij zich snel terug in zijn eigen wereld. Hi Corrie. Hij is even alleen geweest terwijl ik zijn zwemtas inpakte. Hij duwt met zijn vinger knokkel in zijn oog. Daarmee geeft hij zichzelf een prikkel en is weer in zijn eigen wereld. Ik probeer contact met hem te maken. Ik moet behoorlijk aandringen, want hij heeft nog steeds geen aandacht voor mij. Het kost hem echt tijd om zijn wereld los te laten. Door zijn arm te bewegen en mijn haar, mijn naamverwijzer, te laten voelen, probeer ik zijn aandacht te trekken. Ik wil met jou naar het zwembad. Kijk eens. Zwemmen. Nou heeft hij het in de gaten. Zwemmen. Wat vind je daarvan? De zwembroek is voor Corrie de verwijzer dat hij gaat zwemmen. Onderweg heeft hij hem ook steeds op schoot. Als we straks in het zwembad zijn, laat ik hem die weer een paar keer voelen. Zo kan hij leren dat dit bij elkaar hoort. Ik maak weer contact met mijn naamverwijzer, die ik altijd bij me heb. Omdat Tineke in de tillift gaat, vertel ik haar met het gebaar wachten dat ik er zo weer ben. In het water ben ik heel dicht bij Corrie. Door geluidjes in zijn nek te maken, wat hij voelt en een beetje hoort, probeer ik intensieve contact met hem te krijgen. Tineke heeft in het water geen pijn in haar heupen. Door met mijn voeten haar voeten aan te raken, stimuleer ik haar loopbeweging. Tineke en Corrie worden in het water een ander mens.
Ze voelen andere prikkels. Ze staan open voor andere ervaringen. Misschien voelen ze zich in het zwembad wel een beetje minder gehandicapt. Pijn veroorzaakt bij haar afweer in het contact. Doordat ze zich nu kan ontspannen, zoekt ze me op. Eén keer per week heeft Corrie 20 minuten muziektherapie met Hattie. We noemen dit trillen en chillen. Het doel is om door het ervaren van geluid en trillingen een soort wisselwerking te krijgen. Die interactie lokt Hattie uit door afwisselend hard, zacht, snel of langzaam te gaan, afgaand op zijn reacties. Door de ballon vast te houden, voelt hij de trillingen nog eens extra. Hij reageert hier sterk op. Door dit elke keer te doen, kan er herkenning ontstaan. Behalve het voelen van de trillingen, kan Corrie de harde lage tonen ook horen. Jackie, een medewerkster van de afdeling beweging, komt Ron ophalen. Ze pakt de verwijzer voor beweging, de bal, uit de plankkast en laat hem deze voelen. Zodat hij weet wat hij kan verwachten. Samen maken ze het gebaar voor beweging. Tijdens de wandeling naar de bewegingsruimte laat ze hem vaste markeringspunten voelen ter oriëntatie. Ron en Jackie gaan samen het parcours lopen. Hey. Dit doen ze iedere week. Tijdens het parcours vertelt Jackie steeds aan Ron wat hij kan verwachten. De trap gaat omhoog. Ga maar zitten. Zitten is klaar. Nu kun je gaan glijden. Beneden aangekomen zegt ze dat het trap op, trap afgedeelte klaar is. Samen lopen ze naar het volgende onderdeel en ze bevestigt zijn handen. Je zult maar doof en blind zijn, niets kunnen horen en zien. En toch van zo'n smal plankje af durven glijden. Zoiets vraagt dat je je begeleider kunt vertrouwen. Blindelings vertrouwen. Maar het vraagt ook van Ron dat hij zelf de situatie goed onder controle heeft. Ron kan dat. Daar raken we elke dag meer van overtuigd.
en we zijn nog geen jaar onderweg. Prima. Ja, goed zo. Hey. Visio.